In het gemeentehuis van Uden vond donderdagavond een gemeenteraadsvergadering plaats over de opvang van vluchtelingen. Het was een enerverende avond. Alle fracties die hebben goed hun standpunten kunnen delen, hun meningen, hun opvattingen kunnen delen. En uiteindelijk is het resultaat geworden dat de raad heeft ingestemd met in de COA in contact te treden over een opvanglocatie van 300 mensen. Dit gaat inhouden voor Uden dat we na deze stap die we vanavond hebben gezet in gesprek gaan met het COA, maar ook een stappenplan gaan uitvoeren om tot een locatiekeuze te komen. Waarbij we ook 18 inwoners die ze hebben aangemeld op de bewonersavond zullen meenemen en om uiteindelijk te komen tot die locatiekeuze. En ik heb ergens begrepen uit het convenant van de burgemeesters, zo spoedig mogelijk. Ja, maar de realisatie van een opvanglocatie op brakke grond, die heeft ongeveer wel 9 maanden neemt die in beslag. Dus wanneer er uiteindelijk hier iets staat, en u praten we over ver in 2017.